Goeiedag, jullie zijn bij Man at Machine, Traveler Man at Machine moet ik eigenlijk zeggen. En hier in Grijpskerke, met het voorjaar duidelijk op komst zoals te zien is, ja, hebben we wat machines staan die voor de grondbewerking bij uitstek geschikt zijn. En met name voor de ondiepe, vlakke grondbewerking. En het eerste is dan de TGA, ja, dat is de versie klein, gedragen. Het is een systeem waarbij het draaipunt hoog ligt, het snijpunt ligt achter het draaipunt, een lange steel, hier een geveerde ophanging. Ja, dat zodra deze tand naar achteren gaat, wat stug is natuurlijk nu, ja, dan blijft die vlak liggen. En dan is er met een 8 centimeter overlap is er een vlakke doorsnijding, ja, met 100% feitelijk dat al het materiaal doorgesneden wordt, ondiep. Er zijn diverse bijtels mogelijk. De standaard bijtel is van staal en is het goedkoopst natuurlijk, maar slijt ook het hardste. En dat is een belangrijk punt natuurlijk bij een vlak doorsnijdende machine, dat die bijtels scherp blijven en dat ze ook de juiste maat blijven houden. Want ze slijten natuurlijk eerst op dit punt. Ja, en dan heel snel lever je feitelijk in op de overlapmogelijkheid. Deze bijtel, of deze ganzenvoet, die is getand. En dit zijn plaatjes die erop zijn gelijmd. Of gelijmd, zeg ik. Het is een proces. Ja, hardmetaal. En deze is vooral geschikt voor steenrijke gronden. Dus dat is een iets dikkere en hardere bijtel. Voor Nederlandse omstandigheden heeft Treffler vooral deze ontwikkeld. Die is wat dunner, is nog scherper en heeft een klein puntje naar voren. Het feit is dat deze trekt hem vanzelf ook bij harde grond. Zomers, ja, als je dus na de stoppel probeert in die harde grond erin te komen, dan houdt hij zichzelf beter op diepte. Treffler loopt naar mijn idee voorop in die grondbewerking, die ploegloze landbouw. Dat had ik ook kunnen zeggen bij de TGA. Dus dat zijn systemen, ja, waarin het principe zo goed mogelijk voor de boer klaargemaakt wordt. En dat is in wezen ook zo met de Treffler EG. Dat is echt een voorloper geweest. En dan zie je dus dat gaandeweg ook andere merken gaan volgen. Maar het blijft de kunst om voorop te blijven lopen. En dat doet Treffler ook met deze TF. Ja, dat lijkt ogenschijnlijk een gewone triltandcultivator. Maar er is een wezenlijk verschil. Ook hier praat je over een lange, hoge machine. Ruim gebouwd, zodat er weinig mogelijkheden tot opstopping van het materiaal aanwezig is. Ja, en je ziet ook hier is het draaipunt feitelijk hier. En het punt wat de grond raakt ligt er ver achter. Dus zodra deze bijtel naar achteren gaat, deze veer naar achteren buigt, dan zie je dat die vlakligging behoorlijk goed overeind blijft. En dit is dan een gewone cultivatortand, een scherpe tand. Maar zeker wanneer je hem uitvoert met deze ganzenvoeten, dus dan zet je er deze voor in de plaats, dan zie je dat op het moment dat hij ook hier weer naar achteren gaat, dat zo goed mogelijk het vlak blijft liggen. En dan als je hem helemaal uitvoert, ja, met deze ganzenvoeten, dan heb je ook voldoende overlap om eenmaal losgesneden materiaal, het is dus niet om een grasmat kapot te krijgen, daar heb je de TGA voor nodig om een grasmat door te snijden, maar om hem daarna goed los te houden of in het voorjaar een groenbemester kapot te krijgen, ja, dan is dit een prachtig apparaat waarbij je snel een grote breedte te pakken hebt. En feitelijk is dit een veredelde onkruideg, zowel als een stoppelbewerking in het najaar als in het voorjaar om alles weer zwart te krijgen.